De fiets wordt nu letterlijk aan de wilgen gehangen. Ja, we zijn er klaar mee. Ik heb jarenlang getraind en mijn droom achterna gejaagd om profielrenner te worden. En dan kom je op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd dat je denkt van het zit er niet in. En dan moet je realistisch zijn voor jezelf. Stam Snijder is 7 jaar actief geweest in de wielersport. Nu hij ervoor gekozen heeft om te stoppen, komen er veel reacties binnen. Heel veel steunbetuigingen. Heel veel mensen die toch wel geschrokken zijn, die het nooit hebben aanzien komen, zeg maar. Dus het valt hun ook wel een beetje rauw op het dak. Maar ze staan ook wel achter mijn beslissing. Ze vinden het een hele dappere beslissing en wensen me heel veel sterkte voor de toekomst. Ik heb tot nu toe van al mijn ploeggenoten ook al berichten gehad. Dus dat is wel heel fijn. Binnenkort kan Stam Snijder aan de slag met zijn nieuwe baan, die hij kreeg van een van zijn kledingsponsors. Ik zal de middleman zijn tussen de ploegen en de sponsoren, zeg maar. Dus wat dat betreft blijf je wel betrokken bij het wielrennen? Ja, absoluut. Ik zal betrokken blijven bij het wielrennen, bij het triathlon en bij het hardlopen. En ik blijf dus echt in de sportwereld. Dus daardoor wordt de keuze wel een stuk makkelijker om die baan aan te nemen.